ja, hoe moet je beginnen zo'n avond? Dat was voor mij ook. Ik zat er echt. En toen zei ze, doe je eerst slechte bericht maken. Ik zei, nou jongens, kan het niet anders maken. Het museum gaat dicht. Nou, dat was natuurlijk. Baf, was het in één keer de stemming was gezet. Maar dan ga je het toelichten en dan ga je het uitleggen. Wat voor geweldige toekomst de collectie dan wel krijgt. En uiteindelijk waren ze het er ook allemaal mee eens. En ze zagen het zelf ook al in dat het de laatste jaren steeds moeilijker werd. En ja, ze beseften het allemaal. En als ze dan naar huis gaan op een gegeven moment. We hebben een pakje koffie gedronken en nog iets daarna. En dan, ja, dan geven ze allemaal hand. Ze zeggen, ja, verstandige keuze. Ja, je hebt groot gelijk. Ik bedoel, uiteindelijk ging uiteindelijk de laatste paar jaren gewoon ten koste van mijn eigen fysieke gezondheid. En ja, dat kan nooit de bedoeling zijn. Er was een unieke ontwikkeling in het grootste oorlogsmuseum van Nederland in Overloon. Die gaan een hele nieuwe collectie inrichten, een hele nieuwe lijn in hun tentoonstelling doen. En ja, het kwam eigenlijk door toeval bij elkaar dat wij alle gaten in Overloon die er nu zijn binnen hun collectie, dat wij die heel mooi in kunnen vullen met de collectie uit het Achterhoeksmuseum. En zoals gezegd is het hier gewoon de laatste paar jaren gewoon steeds moeilijker geworden om de boel aan de gang te houden. En dan kun je op een gegeven moment wachten totdat je de deur van ellende dicht moet doen. Maar je kunt ook een moment kiezen om te zeggen van hé, we kunnen de collectie voor de toekomst een fantastisch onderdak geven. En we kunnen 100.000 mensen per jaar gaan bereiken waar we hier nog 20 jaar voor hadden moeten doorknokken. Is dat aan de andere kant niet ook jammer? Ja, voor Hengelo vind ik het persoonlijk, als geboren Hengelo vind ik het jammer. Maar ik moet naar de toekomst kijken en ik heb de collectie gewoon een waarborg gegeven dat het voor de lengte van jaren blijft bestaan. En je gaat gewoon een hele grote doelgroep bereiken. En dat is ja, waar ik als kleine verzamelaar 40 jaar geleden mee begonnen ben. Ik vond het leuk om het aan andere mensen te vertellen en te laten zien. En dat is uitgemond in een officieel geregistreerd museum met 25 fantastische vrijwilligers die me 14 jaar lang hebben geholpen om het museum open te houden. Ja, nu is het moment aangebroken om te kijken van ja, wat is dan de toekomst? Nou, die toekomst ligt voor ons gewoon in Overloon. En dan u zelf, gaat u het rondleiden niet missen? Want u kunt heel enthousiast natuurlijk hier over die spullen vertellen. Ja, maar ik doe nog wel lezingen en ik kan altijd nog vrijwilliger in Overloon worden, toch?